Leijssen om een startschot te geven via de bel. De Ronde van Leijssen is van start gebeld door de voorzitter van de organisatie, Wim Jansen. En wij wachten dus rustig op. Jouw koers? Nou ja, ik had er van tevoren niet echt heel veel van verwacht. De laatste benen voelde mijn benen niet heel erg goed. Ja, dan gaat het toch op een gegeven moment goed. Dus ik had het wel heel zwaar hoor in de kopgroep met 5 man. Maar op een gegeven moment ging Roy weg en ik zag de anderen het ook heel erg moeilijk hadden. Dus toen ben ik naar Roy toegesprongen en met z'n tweeën konden we goed doorrijden. Wat vond je van het parcours? Zwaarder, maar ja, als je goed bent. Ik was nu niet heel goed, maar als je goed bent dan is het echt een hele mooie ronde. Hij was zwaarder en daardoor een stuk selectiever. Ja, ik kan hem wel harder slaan. Nou kijk, dat is heel belangrijk. Ik ook. Kijk, goed zo. Ik kan hem nog harder slaan. Hoe heb je het aangepakt onderweg dan? Gewoon het eerste rondje gewoon opbouwen en dan het laatste rondje snelste. Heb je een binnenman? Ja. Hier komen de volgende, dus de vierde. Geweldig, ik had het helemaal niet verwacht. Ik heb de hele week heb ik in bed lopen liggen omdat ik ziek was. Ja, en toen achteraf zou ik niet starten. Ik dacht, ja, ik probeer het gewoon. Ik kijk hoe het gaat. Ja, ik had nooit kunnen dromen dat ik gewoon vandaag zou winnen. Ja, dan wordt het een sprint na best wel een pittige koers hier op een nieuwe rondje volgens mij. Hoe pak je het dan nog aan? Ja, ik had geluk. Ik zat bij Wouter van Zanten van STMA zat ik in het wiel. En die hielden gewoon heel erg goed tempo. En zodoende kon ik de laatste bocht kon ik op kop erdoor. En zodoende kon ik het afmaken. Goed, dan smaakt die vast goed. Ja, prima hè. Hersteldrank. Ja, ik dacht van het begin af aan in ieder geval wedstrijd maken. Er stonden niet al te veel aan de start, dus dan is het al snel aan ons om er in ieder geval koers van te maken. Want daar komen we voor. Dus Monique Tenninglo en ik vlogen er eigenlijk in. En ik denk, nou dan kijk ik halverwege wel
wat de uitslag gaat zijn. In ieder geval koers maken, want daar hou ik van. Ja. Elke zege is er sowieso in, dan maakt het eigenlijk niet uit dat er niet zo heel veel zijn. Nee, nou ja, wie er niet zijn, kunnen niet winnen, zeggen ze altijd. Maar ja, goed, als we natuurlijk de toppers aan de start hadden gestaan, had ik niet gewonnen. Het is jammer dat er dan niet meer clubrenners zijn. Er wordt vaak gezegd dat ze niet altijd met toppers mee willen rijden. En dit soort criteria zijn denk ik ideaal om als clubrenster jezelf te laten zien en te koersen.